Goedenavond allemaal, beste raadsleden, beste schepen, burgemeester. Ook welkom mensen allemaal thuis die eventueel meeluisteren op deze extra gemeenteraad. Voor eerst zou ik iedereen rond de virtuele tafel een gezond en gelukkig 2022 willen wensen. Een jaar waar we op politiek niveau, oppositie en meerderheid hopelijk op een constructieve manier kunnen samenwerken. En voor jullie persoonlijk wens ik voor jullie en jullie familie een gezond en gelukkig 2022. En hopelijk geraken we van COVID toch af, dat we inderdaad de komende maanden zo snel mogelijk weer fysiek kunnen vergaderen. Wat toch altijd aangenamer is dan via deze virtuele tafel. Ook de mensen thuis zou ik willen bedanken om te luisteren en te kijken. En wens ik ook een gezond 2022 toe. Ik ga eerst beginnen met de naamafroeping, zodat ik zeker ben dat iedereen, of de meeste aan boord. Ik heb vernomen dat Sam... Ik heb een handje van iemand, ja. Ja, maar dat van mij dat handje. Maar Peter, ga hij de gemeente nu leiden of moet ik hem leiden? Dat moet Koen. Ik denk dat ik dat moet doen. Vanaf de eerste ben ik voorzitter. Hè? Klopt. Zo staat in de akte die ter kennisneming voor ligt. Dan moet je dat met veel plezier doen. Hoor. Geen probleem. Geen enkel probleem. Overeenkomt, jongens. Ja, dat komt dan niet overeen. Het begint nog goed. Maar ja, oké, welkom op deze eerste gemeenteraad van 2022. En zoals Peter al juist gezegd heeft, ga ik met de aanwezigheden ook beginnen. Ik ga de naam afroepen. Ik ga dat alfabetisch doen. Anders met. Aanwezig. Ja. Hoort u mij? Oké. Benjamin Bode. Aanwezig. Bracht Kassiman. Present. Cynthia Brams. Aanwezig. Cynthia van der Steen. Cynthia van der Steen. Dirk Menard. Ik ben er. Evelien de Bot. Aanwezig. Evert de Smet. Aanwezig. Philippe Morre. Aanwezig, voorzitter. Eddie Schudding. Goedenavond, voorzitter. Jan de Maarschalk. Aanwezig, goedenavond. Janne de Potter. Aanwezig, goedenavond. Joost Franseus. Aanwezig. Karel Buskop. Aanwezig. Turk de Loer. Aanwezig, voorzitter. Aanwezig. Iedereen de beste wens. Leen Hoosjes. Aanwezig. Lieslot de Rover. Aanwezig. Lode Bruneel. Lode is ook aanwezig, ik heb het al gezien. Van de vorige keer nog, denk ik zelfs. Louis van Rijsselbergen. Aanwezig. Marnik de Klerk. Aanwezig. Matthias Diependalen. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Nadine Stalpaard is ook aanwezig. Aanwezig. Ja. Peter Lachart is ook aanwezig. Peter Roman. Aanwezig, Paul. Peter van Sint-Jan. Aanwezig. Samuel Paul. Aanwezig, goedenavond. Sven Maurie. Mornie. Sven. Sven is... Is Sven niet aanwezig? Hij is nog onderweg. Jana Giovannis. Aanwezig en veel succes, Paul. Oké, iedereen is aanwezig. Paul, misschien nog juist. Mijn internet was juist even verbroken terwijl je mijn naam moet afgeroepen hebben. Maar ik ben hier very much aanwezig. Ja, ik had je al gezien op beeld. Hè. Ja. Ja, dank u wel. Okay, dat is goed. Ja. Laat mij beginnen aan deze gemeenteraad om je allen een gelukkig, maar vooral een gezond 2022 toe te wensen. En ook aan al degenen die u dierbaar zijn. Ik wil ook de uitredende burgemeester en schepen bedanken voor een jaarlange inzet ten dienste van Zottegem en de Zottegemse bevolking. En wens een veel succes toe in een nieuwe opdracht.
Ook wil ik de uitredende voorzitter bedanken van deze gemeenteraad. En ook van de Raad van de TOCMW van het maatschappelijk welzijn gedurende de voorbije 3 jaar om deze gemeenteraad in goede banen te leiden. De nieuwe burgemeester wil ik ook feliciteren en haar succes toewensen om de komende 3 jaar Zottenham te leiden als een goede huisvader, huismoeder en er een mooie stad van te maken waar het goed is om te wonen. Nou, we gaan nu beginnen aan het orde van de gemeenteraad. Het eerste punt is de goedkeuring eigenlijk van het verslag van de vorige gemeenteraad. Zijn er daar opmerkingen op? Ja. Dan kunnen we overgaan tot het eerste punt eigenlijk. En dat is de meldingen, de mededelingen. En die mededelingen die gaan vooral over de kantaardzieten, waar vooral het bodemonderzoek en de bodemsanering aan bod komen. En dan hebben we de werksubsidies en de cijfers van van de parking van het oude college. Ik heb dat allemaal kunnen inkijken. Tweede punt van de dagorde is het goedkeuren van de dotatie van de politiezone voor de exploitatie en voor de investeringen. Daarvoor geef ik het woord aan Leen Gozes. Leen, Schepenleen. Ja. De budgetten van de politiezone werden intussen besproken in de politieraad. En in het besluit zijn de bedragen opgenomen die de stad Zottenham moeten bijdragen. Dus voor de exploitatie is die voor 2022 vastgesteld op €2.749.301. En voor de investeringen gaat het om een bedrag van €197.189. De lijst maar voor welke investeringen dat precies is, dat zit er ook bij in de toelichting. Die kunt terugvinden. Ik dacht onder meer om verschillende keren voor op pagina 48, dacht ik, als het mij niet, op pagina 44 ziet je waar dat de politiezone in 2022 zal in investeren. Ik weet niet of er daar nog vragen of opmerkingen bij zijn. Vragen en opmerkingen, ja. Eddie Schudding. En ja. Eddie. Ja, dank u wel voor het woord. Ik had daar enkele kleinere vragen bij. Nu, dat zijn misschien nogal detailvragen. Dus als die antwoorden via mail of bij de volgende mededelingen kunnen gestoken worden, is dat voor mij oké. Okay. De eerste vraag heeft betrekking op het politiepersoneel en de aantallen zoals die voorzien zijn op bladzijde 3. Dus daar staat een minimumnorm en dan formatie bepaald door gemeenteraad of politieraad en dan het actuele personeelsbestand. Dus mijn vraag is eigenlijk waarom dat administratief en logistiek kader toch opmerkelijk hoger is dan die minimumnorm. En wanneer dat die eigenlijk die formatie bepaald door de gemeenteraad, wanneer dat gebeurd is, of op welke politieraad of welke gemeenteraad dat gebeurd is. En ik stel ook vast dat zowel wat betreft het operationeel kader als wat betreft de administratieve en logistieke kader, dat eigenlijk toch een stuk beneden die norm zit, zoals bepaald door de gemeenteraad. En mijn vraag is van, hoe komt dat? De volgende vraag heeft betrekking op iets dat staat op bladzijde 29. Ik ga er even naartoe. Dat is de rekening die daar staat voor 2020, de begroting 2021 en dan de begrotingsraming, veronderstel voor 2022. En die, dat gaat hier over vergoedingen voor kleine schade. En die, dat is meer dan een verdubbeling. En mijn vraag was, vergoedingen voor kleine schade, wat valt daaronder te verstaan? En waarom is dat dan een verdubbeling? Dan op bladzijde 42 gaat over prestaties geleverd door derden, bijvoorbeeld de poets van gebouwen. Vroeg ik mij af, hanteert men daar ook een soort raamcontract? En valt dat dan samen onder het contract dat bijvoorbeeld ook voorzien is voor Stad en OCMW? Of is dat iets apart? Dan op bladzijde 51 zie ik bij de investering aankoop van verkeersjassen voor €56.000. Vroeg ik mij af voor hoeveel personeelsleden is dat dan en hoeveel is zo'n eenheidsprijs van zo'n jas?
En dan schrok ik wel eventjes als ik verder ging naar achter in het document. Helemaal achteraan zit er dus een lijst met al het politiepersoneel, met naam en toenaam eigenlijk, met de Barema-schalen en de graden en de stamnummers. En mijn vraag was van, dat wordt nu toch wel onder alle gemeenteraadsleden verspreid. We hebben, we hebben onze deontologische code. Maar mijn vraag was een beetje, is dat GDPR-proof? Want wat mij betreft is dat niet nodig dat er daar namen en zo bij vermeld worden. Als er categorieën in staan, is dat denk ik even goed. Dus mijn vraag, ik vond dat een beetje vreemd dat alle namen daarin vermeld staan. Dat waren mijn vragen. Ja, Dirk, had hij ook aan de boek gestoken? Ja, ik had hem ook gestoken, maar de vraag van hij, die is niet meer nodig. Ah ja, dat is goed, oké. Link, had hij daarop antwoorden? Ja, ik moet u het antwoord schuldig blijven, Heidi. Ik zit niet in de politieraad en ik denk, uw vragen zijn eigenlijk, ja, meer, ik vermoed dat ze daar gesteld zijn of besproken zijn of toch toegelicht geweest zijn. Dus ik vermoed dat er wel iemand rond de tafel aanwezig is die wel ook in het politiecollege vertegenwoordigt. Dus het lijkt me het meest logisch dat Jenne misschien het antwoord zal geven. Of iemand anders. Ja, ik zie dat Jan zijn antwoord op zijn hoofd heeft. Als er geen antwoord kan gegeven worden, dan dat wil ook schriftelijk gebeuren. Ik zal een poging doen, Paul. Voorzitter, ik zal een poging doen. Ja, oké. Maar er zijn een aantal detailvragen gesteld die ik onmogelijk zelf kan beantwoorden. Onder andere over de verkeersjassen, over hoeveel mensen dat gaat. Dat is iets wat ik niet kan zeggen, maar ik denk dat het is voor iedereen die op een bepaald moment een verkeersopdracht moet doen. Dus mogelijk is dat Hans het korps, maar dat is een vraag die waarschijnlijk door de korpschef of door de politiesecretaris kan worden beantwoord. Uw laatste opmerking over de GDPR, de namen. Ja, dit is het document dat integraal ook op de politieraad is voorgesteld. En ja, daar is die... Zit die lijst ook bij? Ja, we kunnen bij dat wel als opmerking geven aan de politiesecretaris dat het misschien niet nodig is, maar dit is gewoon het kopieconforme document dat ook op de politieraad is goedgekeurd. Wat was uw eerste vraag? Ging over... Personeel aanraken van de normen. Ja, wel, ik denk dat de vastlegging van de norm in de gemeenteraad gebeurd is, niet... Deze legislatuur, ook niet de vorige, maar nog in de gemeenteraadperiode voor 2012. Toen is een beslissing genomen omtrent het kader dat zou worden gehanteerd in Zottegem. Nu, wat dat eigenlijk de grootste problematiek is dat kader, ook al is het misschien onder de norm, eigenlijk nooit ingevuld geraakt. Dat is eigenlijk de constante. Ik denk dat u lid wordt van de politieraad vanaf 1 januari, vanaf de volgende keer, daar zal u merken dat het invullen van de plaatsen eigenlijk de grootste opdracht is. Mensen vertrekken, maar de instroom, zowel in de zone Zottegem, maar in vele andere zones, dat is eigenlijk een nationaal probleem, is eigenlijk het grootste probleem. Namelijk, de plaatsen die er zijn, raken gewoon niet ingevuld. Er zijn gewoon, ook op federaal niveau, maar zeker ook lokaal, staan er posten open. Dus ik denk dat het niet de discussie is van waarom is de norm die vastgelegd in de gemeenteraad te laag, maar op welke manier kunnen we mensen motiveren om het beroep of het ambt van politie-inspecteur of hoofdinspecteur uit te oefenen. Want dat is eigenlijk de grootste problematiek. Maar de vastlegging is gebeurd in de periode, ik denk 2006-2012. Denk ik, had ik nog een vraag die ik niet had beantwoord, Heidi? Ik moet me excuseren als ik ze niet... Ik had daar nog een vraag over die poets van die lokalen en die ramen. Of dat een raamcontract was, ja. Apart? Of? Dat is apart. Dat wordt apart gegund. En dat is, in Zottegem is dat via de beschutte werkplaats BBZ, die daar poetst. De ramen durf ik niet zeggen, maar het dagelijkse poets is via BBZ. Oké. Okay. Maar dat is apart. Ja. Het staat los van stad of OCMW of AGB. Oké, dank u wel. Ja, dat van die jassen viel mij gewoon op, omdat dat veel geld was. Vond ik 56.000 euro. Dus ik dacht, ofwel zijn dat... Ja. Maar als ik me niet vergis, wordt er een... Ik kan mij vergissen, maar ik denk dat er een nieuw standaard wordt opgelegd aan verkeersjassen. Misschien nieuwe kleuren en dergelijke, of nieuwe reflecties of zo. En ik denk dat daarmee te maken heeft. Maar hoeveel dat er zijn, kan ik niet op.
Oké, dank u wel. Ja, oké. Dan kunnen we overgaan naar tot de stemming van dat onderwerp. Marnik, zijn handje zit ook nog op. Marnik, ja. Excuseer. Marnik. Ja, goedenavond. Ik ging gewoon even nog aanvullen wat de burgemeester inderdaad, of de ex-burgemeester moet nu zeggen, ondertussen zeker, inderdaad heeft gezegd. Wat betreft die, enerzijds die norm, dus dat is inderdaad de KUL-norm die wettelijk is vastgelegd, waar dat elke politie zullen moeten aan voldoen. Maar in Zottenham is dat dus eigenlijk hoger gezet. En ik kan bevestigen dat in andere politiezones dezelfde problematiek is wat de burgemeester ook even aankaarten, dat die dus niet ingevuld geraken en dat dat inderdaad een enorm probleem is binnen de politiezones om de juiste mensen te vinden en in kader van de mobiliteit. Wat betreft die andere vraag dat u daarnet had gesteld, inderdaad, maar de burgemeester heeft daar ook al op antwoord, de contracten worden apart afgesloten, wij sluiten geen gezamenlijke contracten af met de politie, voorlopig nog altijd niet. Ze zijn een aparte entiteit en hun opdrachten allemaal zelf. En wat die vergoeding en kleine schade betreft, daar hadden we ook nog een vraag over. Dat is vermoedelijk gewoon een raming die ieder jaar wordt ingeschreven. Maar vergoeding en kleine schade zijn bijzonder moeilijk te ramen. Waarom is dat? Wat staat daarop? Dat zijn bijvoorbeeld de teruggaves uit arbeidsongevallen. Schadevergoedingen via verzekeringen. Dus kleinere schades aan materialen, maar ook arbeidsongevallen. Dus meestal wordt daar een bepaald bedrag opgekleefd en de ene keer gaat dat erboven zijn en de andere keer gaat dat eronder zijn. En je ziet in vergelijking met de rekening van 2020 dat dat een stuk lager was op dat moment. Maar dat is gewoon een inschatting binnen de zone zelf die men doet van bepaalde kredieten, omdat dat op zich niet altijd makkelijk te budgetteren is. Wat die parkas betreft zijn er nog politiezones waar een nieuwe parkas gekocht moeten worden. En meestal is dat meestal, maar ik weet niet wat in Zottenham nu ook zo is, voor het volledige korps. En wordt dat eigenlijk, omdat dat kledij is dat toch wel vrij duurzaam is en vrij lang meegaat, wordt dat eigenlijk als een investering en globaal aangekocht in principe voor het volledige korps of toch voor een groot deel van het korps in één keer. Hè. Er zijn wat problemen geweest de voorgaande jaren naar een juiste leverancier te vinden wat betreft die parkas. Maar in de politiezone waar ik ook werk, in Brakel, gaan we die ook pas in 2022 kunnen aankopen, omwille van het feit dat ze dan voldoen aan alle normen. Dus ik veronderstel dat ze ook in Zottenham geconcentreerd zijn in een grote aankoop. Het zij voor het volledige korps, het zij voor een groot deel van het korps. En dat dat daarom ook als een investering op de begroting staat. Maar zoals de schepen ook, of mijn schepen ook, daarnet ook al heeft aangekaart, in principe zijn dat dingen die moeten gevraagd worden op de raad zelf natuurlijk, op de politieraad, want daar zitten natuurlijk de juiste mensen om daar onmiddellijk een concreet antwoord te kunnen opgeven. Dat wil ik gewoon nog toevoegen. Oké, dankjewel Marnik. Dan kunnen we nu overgaan tot de stemming. Fractie vooruit. Voorzitter, Gurt heeft blijkbaar problemen met zijn internet, dus ik zal ons stemgedrag doorgeven. We stemmen voor. We stemmen voor, ja. Dan N-VA. Cynthia. Goedenavond, Paul. Ja, wij stemmen voor. Oké. CD&V. Wij zijn ook akkoord, Paul. Ja. De Groenfractie. Akkoord. Open VLD. Akkoord. Ja, oké. Dan is dat allemaal akkoord. Dan kunnen we overgaan tot het punt 3 van de agenda. En dat betreft de dotatie voor de brandweerzone Vlaamse Ardennen, ook voor wat betreft de exploitatie en de investeringen. Leen, alsjeblieft, dan u het woord. Ja, hier een beetje hetzelfde als bij de politie. Het is de dotatie die de stad betaalt aan de hulpverleningszone die we gaan goedkeuren. Dus voor exploitatie werd die vastgesteld op €693.382. En voor de investeringen werd die vastgesteld op €148.245. En de documenten zaten er dus bij. En vanaf pagina 53 zat er eigenlijk wel een uitgebreide toelichting bij die budget. Dus ik weet niet wat er hier nog meer toelichting gewenst is. Marnik is aanwezig. Hij kan, indien daar nood aan is, meer uitleg aan geven. Ja, Marnik. Well, ik zal luisteren wat er vragen zijn. Ik denk dat de belangrijkste dingen zijn. Ja, ik denk dat de belangrijkste dingen zijn wat we vorige keer al hebben aangekaart, grosso modo. Er twee belangrijke beleidskeuzes zijn gemaakt in de brandweerzone. Dat is enerzijds om de permanentieposten op te trekken van 3-3 naar
naar 4-2 en 4 beroeps, 2 vrijwilligers, dat dat de grote wijziging is. En dat we ook voor kiezen om de zonale meldkamer uit te besteden en samenwerking aan te gaan met Centrum Gent. En dat niet zelf te doen. En dat daarvoor de middelen gehaald worden uit de extra dotaties die vanuit de federale overheid zijn gekomen. En grosso modo zijn dat, denk ik, de grootste wijzigingen ten opzichte van de meerjarenplanning, zoals ze vorig jaar is goedgekeurd. Maar de dotaties blijven daardoor wel natuurlijk nog altijd ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat dat okay. Ongeveer het belangrijkste is in een nutshell. Dank u wel, Marnik. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Voor de vooruitfractie. Akkoord. Voor de N-VA-fractie. Ja, wij gaan akkoord. Ja, CD&V. Voor ons ook akkoord. Groen-fractie. Oké. Okay. En Open VLD. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar het punt 4. En dat betreft het bekrachtigen van burgemeesterbesluiten. Dat zijn eigenlijk de meeste besluiten die genomen zijn in verband met het plaatsvinden van de digitale vergaderingen. En dat zijn een aantal besluiten die genomen zijn in november, december en januari. Ik weet niet, Jenny, of dat je daar nog iets moet aan toevoegen? Nee, ik denk dat bij... dat de beslissing is genomen om de gemeenteraad en de OCMW-raad digitaal te houden. En ja, meer staat daar eigenlijk ook niet in. Dus ja, ik denk niet dat daar veel woorden moeten aan vuil worden gemaakt. Ja, dank u wel. Dus iedereen akkoord? Ja. Dan gaan we over naar punt 5. Waar ik zo punt 5 en punt 6 zou willen samennemen. Omdat dat toch bij elkaar hoort. Dat betreft dus het punt 5, de kennisname, ontslag van rechtswege van een benoeming van de burgemeester. En dat betreft hier dus de benoeming van de eetaflegging van Matthias Diependalen als titelvoerend burgemeester van de stad Zottegem met ingang van 5 januari. En tevens sluit ik aan op punt 6, aangezien Matthias Diependalen verhinderd is om deze functie uit te oefenen, wordt er een nieuwe burgemeester, een waarnemende burgemeester aangesteld die de eet al afgelegd heeft ook, en dat is mevrouw Evelien de Bot, die tot waarnemend burgemeester aangesteld wordt voor de stad Zottegem, met ingang van 5 januari. Dat is een kennisname. Zijn er daar vragen over? Geen... Ja, Cynthia? Cynthia, begin. Ja, wij wouden van de gelegenheid gebruik maken, voorzitter, om onze nieuwe burgemeester vanuit onze fractie even kort in de bloemen te zetten. Ik veronderstel dat zij nu zo ongeveer haar bloemen zal in ontvangst genomen hebben. En wij wensen haar van hieruit met de fractie heel veel succes toe. Dat we kunnen verder werken op hetzelfde elan. Namelijk een goede bestuursploeg samenwerkend met coalitie en oppositie. En ik wens haar dus... echt werkelijk het naam van de fractie en ons bestuur heel veel succes toe. Oké, dank u. En Cynthia Braams, ik zie ik ook nog. Ja, wel, beste Jenne en collega's, ik wil nog even ervan gebruik maken om onze uitredend burgemeester te bedanken en uiteraard onze nieuwe burgemeester een hart onder de riem te steken. Maar Jenne, ik vermoed dat de bedanking vanuit onze CD&V-fractie aan de aandacht is verloren gegaan op het laatste gemeenteraad in december. Begrijpelijk, en alle begrip daarvoor omwille van het late uur en de overload van de informatie. Maar nu wil ik wel met volle aandacht aan iedereen Jenne voor een tweede maal bedanken. Maar ik begin met de woorden waarop ik op 20 december mee geëindigd ben. Jenne, jij was reeds tussen 2010 en 2012 schepen namens ons partij. Na een monsterschore bij de verkiezingen van 2012 werd jij burgemeester van Zottegem. Voor het eerst sinds 1982 had Zottegem opnieuw een christendemocraat als burgemeester. 9 jaar burgemeester. Hartelijk dank voor al uw inzet tijdens de afgelopen jaren. Even een korte bloemlezing van uw opmerkelijke realisaties. Ik heb meer dan 100 items gevonden in de kranten, maar ik ga die niet allemaal opnoemen. Misschien wel wat enkele toppers. Misschien 9 eruit te kiezen voor 9 jaar burgemeesterschap.
Een eerste item in de krant van januari 2016. Activiteiten aanvragen voor de Ronde van Vlaanderen. Dus u hebt effectief wel een hele grote stempel gedrukt op Zottegem als wielerstad in alle vormen, waarvoor wij u danken. Een tweede item. In 3 oktober 2019, burgemeester Jenne de Potter hoopt op doorbraak dossier N42 en de Lange Straat. Toch wel iedereen, ik weet dat u, van, dat u ook wel steun en medehulp gekregen hebt van collega's, maar het rondpunt en al, dus wij zijn daar heel tevreden mee. Het is toch wel een serieuze verbetering geweest als invalsweg en als uitvalsweg van Zottegem. 3, digitale infoborden aan de BIEB en Sanitari. Dat is reeds al van in april 2016. Dus die communicatie, dus hebt u ook altijd heel veel aandacht aan gegeven. Waarvoor dank. Een vierde punt, en ik denk ook dat jij daar echt wel met hart en ziel aan werkt naar de gezondheid van de Zottegemse burgers. Ik ga er 2 korte noemen. Gezonde stad wil het aantal dikke darmkankers verlagen. Dus we hebben samengewerkt en er zijn gratis testen geweest voor de Zottegemse burgers naar dikke darmonderzoek. En ook stad voortaan. Kom op tegen kankergemeente, was in april 2018. Dus gezondheid ligt u ook altijd heel hard aan het... is heel belangrijk voor u. Nummer 5, en dat weet ik ook, u bent sportief. U bent niet alleen sportief als wielrenner, maar u bent sportief in alle sporten. Rode Duivels op het vernieuwde Marktplein. Dus we hebben memorabele avonden gehad met op grote schermen. En dat was in 2016. Ik denk dat velen van ons dat nog herinneren. 6e puntje. En eigenlijk, het vaccinatiecentrum in de Bevenhemse Vijvers krijgt vorm. Dat was in januari 2021. Dat heeft smoothly gelopen. We waren er eigenlijk allemaal heel tevreden van. Ook de mensen buiten Zottegem. En u als burgemeester heeft dan ook daar ook wel een serieus steentje aan bijgedragen. En ik zie in 19 juni 2021, burgemeester Jenne de Potter krijgt de prik. En op dit moment waren al 70% van de Zottegemnaren deels gevaccineerd. Dus u bleef uw beurt afwachten op de juiste manier. En alle Zottegemnaren hebben echt wel het vaccinatiecentrum gevonden. Puntje 7. U was ook drijvende kracht, een stadsbestuur uiteraard, en ook de politie en zo. Strengere aanpak naar vandalisme met de camera's die op verschillende plaatsen in Zottegem nu aanwezig zijn. We weten dat we daar, dat we daar werk aan hebben, maar het geeft toch een bepaalde veiligheid. Waarvoor dank. Een 8e punt. En ik denk dat je daar ook met hart en ziel ook altijd uw engagement ingestoken hebt. Jammer genoeg kunnen we het de laatste 2 jaar niet kunnen doen. Maar ik lees hier 8 januari 2020. Zottegem klaar voor 11 dagen carnavalshekte. Dus ja, daar zijn we toch ook wel heel sterk in. En u als burgemeester hebt het gesteund. En dan het 9e punt. Ook redelijk laat, ook met steun van mede-collega's, 100 extra ondergrondse parkeerplaatsen in het centrum. Dus eigenlijk het oud college die heel mooi gerenoveerd is met parkingplaatsen en zo meer. En ik kan nog eigenlijk heel lang doorgaan, maar ik heb beloofd van er maar 9 op te noemen voor uw 9 jaren. Janne, we wensen u ook alle succes en we zijn er zeker van dat u als schepen en nu voor sociale zaken en in het OCMW enorm uw steen gaat bijdragen. Bedankt vanuit de CD&V-fractie. Oké. Dirk Menhard. Ja, ik zal het ook kort aan. Vanuit de Open VLD-fractie wensen we enerzijds Jenne te bedanken voor de aangename samenwerking gedurende de voorbije jaren. Het waren de laatste 3 of 2 jaren toch zeker moeilijke jaren ten gevolge van dus de COVID. We hebben in die periode wel al eens gebotst, ook tijdens de discussies in de gemeenteraad. Maar dat is nu eenmaal politiek. Maar uiteindelijk ja, moet ik zeggen dat de samenwerking heel goed is verlopen. En dan voor Evelien, de eerste vrouwelijke burgemeester in Zottegem. Dus ook een dikke proficiat vanwege de Open VLD-fractie. U staat ook nog altijd voor een heel moeilijke samenwerking.
maar we rekenen op een positieve en aangename samenwerking, zoals we dat nog toe in deze legislatuur daar toch steeds trachten te doen. Af en toe misschien wel eens botsen, maar dat is nu eenmaal eigen aan discussies binnen politiek. Dat was het. Dank u wel. Louis? Louis? Ja. Bedankt, voorzitter. Nee, we willen ook graag als Vrijheidsfractie Evelien succes wensen als onze nieuwe Zottenhemse burgermoeder. In het ambt van burgemeester zijn vrouwen nog steeds niet zo breed gezaaid. In Vlaanderen slechts 40%, denk ik. Dus zijn we als progressieve partij toch wel blij dat nu ook in Zottenham dat daar nu ook een vrouwelijke burgemeester zal komen. Nu de lijn de komende 3 jaar nog heel wat openstaande werven voor deze coalitie, die dat, jij een goede banen zal moeten leiden, Evelien. We hopen alvast dat je dat op een daadkrachtige manier zal aanpakken, met een creatieve, vooruitstrevende blik zal besturen en bereikbaar zal zijn voor elke inwoner van onze stad. Dus alvast heel veel succes, mevrouw de burgemeester. Ja, en ook Eddy Schudding. Eddy? Ja, goedenavond, dank u wel, voorzitter. We hebben nu toch wel een beetje een aparte avond. Hè. We hebben een aantal wissels in burgemeester, in schepenen, in voorzitter. En behoudens een goede gezondheid voor jullie allen, wens ik in het bijzonder jullie veel energie om alle op stapel staande investeringen tijdig en binnen budget te realiseren. Ik wens jullie ook de wind in de rug bij de verdere realisatie van het klimaatplan. Ik wens jullie de kunst om elkaar te verstaan en in sterke dialoog te gaan om zo een constructieve samenwerking tussen de verschillende diensten te versterken. Ik wens jullie intensief rekenwerk om verdere besparingen te realiseren. Ik wens jullie ook twijfel, zodat inzicht kan groeien dat ook buiten de meerderheid mensen met kennis van zaken kunnen bijdragen aan bepaalde opdrachten waar we voor staan. Ik wens jullie vooral ook veel armslag om de deelgemeenten op het voorplan te brengen en participatie te bevorderen. Maar vooral wens ik jullie veel lef om te investeren in een duurzame, moderne en in het oog springende stad. Hier en nu in Zottenham 5 januari met een groene zoen. Veel succes allemaal. Dank u wel, Eddy. Dan kunnen we overgaan naar punt 7. Dat is dus de... betreft de voorzitter van de gemeenteraad, het ontslag en verkiezing van rechtswegen. Dus van rechtswegen... Sorry Paul, mijn handje was niet tijdig opgestoken. Ja, ik had nog mijn handje juist ook misschien kort het woord mogen hebben. Sorry hoor. Eerst en vooral... Mag ik eerst gaan of wilde hij? Nee, doe maar Evelien. Doe maar. Dank u wel. Dank u wel. Eerst en vooral hartelijk dank voor alle felicitaties die wij hier net hebben ontvangen. Matthias en ik hebben zo net onze eed afgelegd in Gent. Dus Matthias als titelvoerend burgemeester van deze stad. Ik als waarnemend burgemeester van deze stad. Dus zowel voor, ik denk dat ik zowel voor Matthias als voor mezelf mag spreken, dat voor ons een bijzonder grote eer is om die taak tot ons te nemen. Uiteindelijk zijn wij alle twee geboren en getogen in Zottenham en wij zullen ook ons uiterste best doen om Zottenham op de kaart te zetten, om Zottenham op de kaart te blijven zetten. Eerst en vooral denk ik dat we absoluut met onze coalitiepartner verder zullen werken aan de uitbouw van ons bestuursakkoord. Er zijn een aantal grote projecten die jullie allemaal uiteraard gezien hebben in de meerjarenplanning. Jullie hebben daar kennis van genomen. Dit jaar zullen wij nog starten met de bouw van het Milieu-Educatief Centrum, met de bouw van dat stadioncomplex, maar ook in de kleinere dagdagelijkse bekommernissen, de kleine dagdagelijkse problemen, zullen wij onze schouders daar volop onder zetten, zullen wij 200% daarvoor gaan. In het begin van deze legislatuur hebben wij ook in de gemeenteraad gezegd van kijk, wij willen onze hand uitsteken naar die oppositie. Bij deze wil ik dat ook echt nog een keer herhalen. Ik denk ook dat de mensen die mij kennen dat wel weten, dat ik daar echt voor opensta. En ik denk dat ook voor de rest van ons schepencollege kan spreken. Dus bij deze ook nogmaals de hand uitsteken naar de oppositie. We willen dat zeker doen. Voor de rest zou ik graag nog jullie de beste wensen voor 2022. En een goede gezondheid voor jullie en voor jullie naasten. Dank u wel, burgemeester Janne. En... Dank u wel. We zijn er juist met de bloemen. Okay. Ja, Janne. Paul, ik ga Janne nog even de pas afstellen als die geeft.
Doe maar, Matthias. Anders zou het precies lijken alsof wij niks zouden zeggen voor Jenne zijn afscheid. En Jenne, ik heb geen lijstje zoals Cynthia er een heeft. Alhoewel je mij daar helemaal bij aansluit, trouwens, bij die verwezenlijkingen, ook die van de vorige legislatuur. Dat doen we graag. Het is gelijk dat Dirk dat juist zegt, een oppositie moet zijn rol spelen. En een meerderheid moet dat ook. En zolang dat we allemaal op het einde van de dag door dezelfde deur van hetzelfde café kunnen, dan is dat allemaal dik in orde. Maar Jannes hebben mij gevraagd om even te kijken hoe uw persoonlijkheid een invloed gehad heeft op uw burgemeesterschap. Om daar ook een beetje een eerbetoon van te maken. Wij kennen elkaar al langer. Ik weet niet of dat de rest hier rond tafel, de digitale tafel, weet. Maar Jenne en ik hebben samen 6 jaar lang, denk ik, in de lagere school gezeten. Of zelfs 9 jaar, de kleuterschool daar ook bij zat. Maar toen, die herinnering is niet zo fris niet meer. Dus ik weet dat we daar ook samen gezeten hebben. Maar bij die 6 jaar, het is maar voor wie dat wilt weten. Maar daar zat trouwens ook Bart Latteur bij. Dus we hebben een tijd gehad dat de drie van de politieke families in Zottegem. De kopstukken daar een beetje van, die zaten allemaal samen in de lagere school, in dezelfde klas dan ook. Dus je kunt denken hoe dat we daar gedrild en gekweekt geweest zijn. Nu, wat ik als boodschap wil meegeven, ik ben er zelf heilig van overtuigd, dat we, ook al hebben we hier allemaal rond tafel verschillend gedachten, verschillende ideeën van hoe het moet gebeuren, wat de beste manier is, wat we uiteindelijk willen, is allemaal hetzelfde. En dat is dat onze samenleving, en op Zottegemse schaal of groter, op een manier georganiseerd wordt die voor zoveel mogelijk mensen zo groot mogelijk geluk kan opleveren. We willen bijdragen aan de samenleving, aan het geluk voor iedereen, of althans voor de kansen dat iedereen zijn eigen individueel geluk kan uitbouwen in een kader, in een overheidskader, waar wij dan voor zorgen. En als dat niet uw drijfveer is, dan geloof ik zelfs niet dat je die een job kunt blijven doen, want dan ga je vroeg of laat onderdoor. En dat is de enige drijfveer die het kan zijn. En ik ben er ook van overtuigd, Jenne, dat dat voor u het geval geweest is. En dat betekent dus ook dat we allemaal, misschien meer dan in andere beroepen, niet in alle beroepen, maar meer dan in andere, toch erin slagen, of beroepen, het is dan nog niet eens een beroep, maar roepingen, erin kunnen slagen om onze eigen persoonlijkheid erin leggen. Ze zeggen wel een keer, je kan geen vrienden maken in de politiek, maar ik ben er heilig van overtuigd, en ik ervaar dat ook dagelijks, dat dat niet waar is, ook over partijgrenzen heen trouwens. Dat is volgens mij wel mogelijk. Maar het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe je het zelf aanneemt, hoe je zelf aan politiek doet. En dan hangt dat van je persoonlijkheid. En dan heb ik 3 zaken die volgens mij elementen uit uw persoonlijkheid die uw burgemeesterschap getekend hebben. En eerst en vooral is dat, wat de meeste mensen rond tafel hier delen, maar wat dat zeker bij u het geval is, is dat de liefde voor onze stad. En dat niet alleen is dat een liefde die voor de omgeving die het is, de ruimte die het geeft, de publieke ruimte, maar evengoed voor de mensen die hier leven. Ik denk dat wij allemaal die liefde aanvoelen, als je waar dan ook ter wereld bent. Je gaat graag zeggen dat Zottegem in het Engels Crazy Town is en in het Frans Ville de Poux. We zijn er trots op dat we van hier komen. Dat zorgt er ook voor, Jenne, dat jij er hebt kunnen voor zorgen dat je een bestuursploeg, zoals dat wij dat toch ervaren hebben, dat dat een samenwerking en vriendschap is geweest. En ik denk dat dat zeer belangrijk is voor elke Zottegemenaar. Dat ze weten dat de mensen die hun bestuur moeten uitmaken, dat die elkaar ook graag zien en dat ze kunnen overeenkomen. Ook al botst dan een keer meerderheid, binnen de meerderheid of met oppositie, dat maakt niet uit. Maar dat ze uiteindelijk in de grond een waardering voelen voor elkaar. Want dat is de basis die je nodig hebt. Zonder gaat het niet om samen te werken. Een tweede, en dan heb ik wel, dan moet ik een beetje opletten, Jenne, want ik heb hier geschreven, de ideale schoonzoon. Maar ik ken uw schoonmoeder natuurlijk niet, dus ik ben er niet van overtuigd. Allee, of ik weet het niet, ik kan het niet nagaan of dat zo is. Maar dat is in elk geval een zachtheid, vriendelijkheid. Dat is een beetje mildheid. En ik denk dat dat een goed teken is. Ik hoop dat Evelien daar ook kan van dat uitdragen, wat dat een burgervader dan nodig heeft. We weten allemaal, en we gaan daar niet flauw over doen, het zijn niet altijd de gemakkelijkste mensen die aan uw deur staan of die aan uw telefoon hangen. Of niet altijd de gemakkelijkste momenten van de dag of wat dan ook. Maar dan heb je de nodige mildheid nodig om daarmee om te gaan. De zachtheid nodig om daarmee om te gaan. En dan het derde, en daar ben ik zeker van dat dat u bij uitstek kenmerkt, en dat heeft ook uw burgemeesterschap gekenmerkt, dat is die idee dat je altijd geprobeerd hebt om voor iedereen goed te doen. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje willen, maar we weten ook allemaal, en bij sommigen verschilt dat moment, wanneer dat je soms toch wel hard ontwaakt, dat dat ook niet altijd mogelijk is. Maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn die in een burgemeesterschap erin geslaagd zijn, om daar zo hard te blijven naar streven, om voor zoveel mensen goed te doen, om voor iedereen goed te doen.
We geven allemaal toe, we moeten toegeven dat dat niet altijd mogelijk is. Maar ik ben ervan overtuigd dat maar weinig mensen zo doorzettend geweest zijn als jij om dat te doen. Dus ik wil u in naam van onze fractie, maar ik denk ook in naam van alle Zottegemenaren, u bedanken voor uw inzet, voor uw overgave. En ik ben blij dat we u nog niet kwijt zijn. We zullen u zeker nog tegenkomen. Hè. We gaan ook verder samenwerken. En ik kijk daar naar uit. Maar in elk geval ben nu al bedankt voor uw 9 jaar burgemeesterschap. En als kleine caveat, daarnaast ook nog een keer een dankjewel aan Peter van Sint-Jan. En succes aan Peter Lachaert en Paul Lievens in zijn nieuwe rol. Maar dus vooral was mijn tussenkomst voor Janne bedoeld. Dankjewel. Ja, dankjewel, Matthias. Heddy, heb je nog je handje omhoog staan? Is dat een oud handje of is dat een nieuw handje? Ja. Janne, aan u het woord. Ja, dankjewel, voorzitter. En ik wil iedereen bedanken voor de mooie woorden die gezegd zijn. Ik vond het echt, en ik meen dat oprecht, een grote eer om burgemeester te zijn van Zottegem, van de geboortestad, van de stad waar dat je geboren en getogen bent. En ik ben ervan overtuigd dat Evelien datzelfde gevoel wel zal hebben. Ik heb al een aantal politieke waters doorzwommen. Zeer beperkt uiteraard, niet te vergelijken met Matthias en anderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat burgemeester zijn het mooiste politiek mandaat is dat je kunt uitoefenen. Ik heb altijd geprobeerd om inderdaad te doen wat ik kan, wat binnen mijn mogelijkheden lag, om het beste van mezelf te geven en Zottegem beter te maken en onze inwoners gelukkig te maken. En het is gelijk dat Matthias zegt, geprobeerd inderdaad voor iedereen goed te doen, maar op bepaalde momenten staat je ook vast dat dat niet altijd lukt. En dat is soms confronterend, maar je moet je daar dan ook wel bij neerleggen. Ik denk dat je altijd in je opdracht moet staan met de ambitie om voor zoveel mogelijk mensen goed te doen. Wat ik ook geprobeerd heb, is om de grenzen van meerderheid en oppositie te overstijgen. Mijn karakter is niet zo iemand die snel in conflict gaat. Dat ligt mij nu eenmaal niet. Dus ik ben nogal voorstander van gedragen oplossingen, gedragen politiek. En ik denk dat we dat in deze gemeenteraad wel echt wel goed kunnen. Vanuit de oppositie komen er ook goede voorstellen. En ik denk dat we die moeten blijven omarmen. En inderdaad, Dirk, soms hebben we een keer gebotst. Maar dat kan uiteraard geen kwaad. Integendeel, ik denk dat daar de beste ideeën uit voortkomen. Blijf uiteraard actief. Ik zal mij verder blijven inzetten voor Zottegem en voor haar inwoners vanuit het College van Burgemeester en Schepenen. De nieuwe opdracht die mij toebedeeld is, zal ik met hart en ziel omarmen en mijn uiterste best daarvoor doen. Daar mogen jullie blijven op rekenen. Ik wil Peter van Sint-Jan bedanken. Hij heeft al heel wat zaken voorbereid en ik zal zijn werk verder zetten zoals hij dat graag zou hebben, denk ik. En ik wens jullie allemaal een goede gezondheid en een vruchtbare samenwerking de komende jaren. Dank u wel. Dank u wel. Matthias, jij wilt ook nog iets zeggen? Ja, ik krijg hier allemaal sms'en binnen vanuit mijn fractie. Ik ben vergeten melden dat wij ook nog een kleine attentie hebben voor Janne, maar die zullen we op een andere gelegenheid, volgende gemeenteraad of later, er wordt nog op gewacht, maar die is voorzien, dus die komt er nog aan. Okay, dat is vriendelijk. Dank u wel. Dank u wel. Dan kunnen we overgang tot het punt 7, dat betreft de voorzitter van de gemeenteraad, het ontslag van rechtswegen als voorzitter van de gemeenteraad en de OCHW-raad. Dat is Peter Lachaert, die vanaf 31 december geen voorzitter meer is. En het aanstellen van een nieuwe voorzitter, dat ben ik zelf met ingang van 1 januari 2022. Zijn er daar vragen over of opmerkingen? Oké. Niemand? Matthias? Oh, je handje zet nog omhoog, ja. Oké. Okay. Ja, dan gaan we Paul, voorzitter, ja. Ik had nog, ik wil je ook nog een keer succes wensen. En ook Peter Lachaert bedanken voor de 3 jaar als voorzitter. En hem ook veel succes wensen met zijn nieuwe functie als schepen. Ja, dankjewel. Dan punt 8, dat is dan de aanstelling van de nieuwe schepen en de verhindering van de schepen Evelien de Bot, die ondertussen als waarnemend burgemeester zetelt hier in de stad Zottegem. Ik zal dan ook vragen voor de eedaflegging van Peter Lachaert, die aangesteld zal worden als schepen van de stad Zottegem. Peter Lachaert, ik zie u niet,
Maar u zou moeten duidelijk in beeld komen met... u zou moeten in beeld komen, ja. Ja. Oké. Okay. Ziet iemand... Ik zie Peter Lachard niet. Ja. Ik ben nogthans... ik zie mezelf, maar goed, ik weet niet hoe dat gaat. Ja, Peter, nu zie ik u. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is goed, Peter, ja. Je zet duidelijk een beeld en iedereen kan u duidelijk zien. Paul, voor eerst zou ik willen nog kort afscheid nemen als voorzitter. Ja. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik vond het fijn. Het begin was een beetje aanpassen om mijn draai te vinden. Maar ik hoop dat we de vergaderingen, dat we mooie debatten gehad hebben... dat het intensief was, maar dat we er eigenlijk toch wel iedere keer, soms wel laat, maar toch dat we toch een mooie vergadering gehad hebben. Ik zou Paul willen feliciteren met zijn nieuwe voorzitterschap. Hij gaat dat zeker goed doen, hij gaat dat op een andere manier dan mij doen, maar ik ben van overtuigd dat hij dat heel kordaat en goed gaat doen. Proficiat, Paul. Dank u wel. Nu moet ik blijkbaar iets zeggen. Hè? Als je wilt de eed afleggen, u kent de tekst die je moet zeggen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat na te komen. Ja, ik heb dat ben er van morgen al aan het studeren. Ja. Evelien, ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven, na te komen. Oké. Okay. Proficiat. Dank u wel. Proficiat en succes met uw nieuw mandaat. Ja. Dank u wel. Zijn er daar nog vragen of opmerkingen op? Niemand? Dan kunnen we deze gemeenteraad sluiten.